De afgelopen weken zijn wij op zoek gegaan naar Sita Slow. Wat is Sita Slow? Wat betekent het voor ons? We zijn daarvoor op bezoek geweest bij een aantal mensen die Sita Slow hoog in hun vaandel hebben staan. Maar we gaan ook kijken wat de gemeente daarvan vindt. We gaan kijken bij Gerry Jacobs, die als wethouder van de gemeente IJzermargraten Sita Slow in zijn portefeuille heeft. Hij gaat ons vertellen wat is het goed voor IJzermargraten om Sita Slow gemeente te zijn. En wat gaan wij als inwoners daarvan merken? Ja, Sita Slow is een manier van leven, mag ik wel zeggen. Soms denken we wel eens van, het zijn alleen de voedingsmiddelen of zoiets, de streekproducten. Nee, het gaat om veel meer. Het gaat om de gezonde manier van leven, zeg maar. Bewegen hoort daarbij, gezonde voeding hoort daarbij. Maar ook het genieten. Het genieten van heel veel dingen om je heen. Van kunst en cultuur, kunst in de openbare ruimte. Genieten van het erfgoed dat we volop hebben, zeg maar. Oude boerderijen, kloosters, kastelen. Nogmaals, het Bourgondische leven dat wij hier voeren in onze streek, dat is eigenlijk Sita Slow. En ja, je kunt je daar als mens van afsluiten, ja, dan draagt het je niet. Maar je kunt er ook over nadenken, over die filosofie. En dan is het een leuke manier van leven, laat ik zo zeggen. Het is eigenlijk een reactie op het gehaaste leven. Het onthaaste, zou ik het kunnen noemen. We zijn allemaal druk bezig. Alles moet van uur tot uur. Maar je moet ook de tijd nemen om goed te leven, laat ik zo zeggen. Om gezond te leven. En ik denk dat we dat moeten uitdragen. Daarom is die maand oktober ook zo belangrijk. Om dat de mensen nog een keer duidelijk te maken dat ook kan. Er is een andere kant van het leven. En ik denk dat dat bij ons in het DNA zit. We leven hier ook met z'n allen zo. Maar denk er nog eens goed over na. En nu is de maand oktober uitgeroepen tot Sita Slow maand. Wat gaan wij als inwoners merken van die speciale maand? En komt dat aan bij de mensen? Ja, we willen dat Sita Slow gedachtegoed nog eens een keer onder de aandacht brengen. Dat mensen daarover gaan nadenken. En ja, dan kom je inderdaad die streekproducten tegen natuurlijk. We hebben ook verschillende activiteiten op de planning staan. Zoals een demonstratie van stroopmakers, van honingmakers. Maar dat zijn dan producten. Het is ook de plukmaand, de wijnmaand. Dus wat dat betreft is het wel een goede maand om het onder de aandacht te brengen. Maar ook andere dingen onder de aandacht brengen. Dus gewoon mensen nog eens een keer wijzen van jongens, wij zitten hier in een streek. Geniet van dat landschap en ook alle producten die dat landschap voorbrengt is wel belangrijk. Het is allemaal zo gewoon voor ons. Maar ga er eens goed over nadenken, bekijk het nog eens goed. En ik denk dat we dan een heel goed programma hebben in de maand oktober. Maar noem wat activiteiten. Ursulinecomplex, daar hebben we 5 jaar wordt daar gevierd. De Brusterbrouwers, het eigen biertje brouwen, zeg maar. De kaasmakers, maar ook Hoogkruts, dat is ook een programma. Dus we hebben verschillende plekken, zeg maar, in onze gemeente. Maar ook muzikaal, zeg maar. Het culturele aspect komt ook naar boven. Dus wat dat betreft zijn allemaal facetten, zeg maar, van Sita Slow. Dus nogmaals, ik zou zeggen, geniet ervan, want er is een aardig programma opgesteld. En helpt bijvoorbeeld zo'n energiecrisis daar een beetje bij? Absoluut, hè. De mensen, dat wordt nu echt onder de aandacht gebracht natuurlijk. En dat is in de richting van Sita Slow natuurlijk, ja. Moeten andere alternatieve manieren gaan zoeken om gezonder en beter te leven? Ja, dat past er helemaal in natuurlijk, dat is zo. En natuurlijk, dat komt bepaalde mensen helemaal niet goed uit natuurlijk. Het kost misschien ook wat meer, maar ja, dan moet het misschien iets zuiniger en dan kom je toch maar met het budget uit. Dus ja, het is allemaal Sita Slow. Wat kunnen wij als inwoners doen om zo Sita Slow mogelijk te leven? Nou, we zouden al kunnen letten op ons eigen koopgedrag in de winkel. Als we erop letten dat het allemaal producten zijn van eigen regio, van eigen streek, dan kost het misschien wel een beetje meer, maar je weet wel dat het in de korte keten, zeg maar, gezonde producten zijn. Van hier worden ze verbouwd en hier komen ze ook op tafel. En dan kan het op termijn kan het ook in de prijs gaan schelen. Want nu zijn het vaak producten die komen uit het buitenland, maken een hele lange reis. De energiekosten moeten doorgerekend worden en dan liggen ze in de winkel en zelfs in de supermarkt en men vindt het dan goedkoop. Maar eigenlijk kan het nog goedkoper als we het van eigen
land in één keer op tafel krijgen. En ja, dan ben je Citaslo bezig en levert het misschien ook nog een veel betere en eerlijker prijs op voor onze agrariërs die het verbouwen. En daar gaat het om. Fijn dat je kijkt hier naar Drieheuvelland TV. Mijn naam is DJ Kikken. Ik ga je weer een uurtje in de mix verwennen als het ware met de lekkerste clips. En dat uit het heden en verleden. Ga voor zitten, dan maken we ook op de radio. Namelijk elke zaterdagavond tussen 9 en 10. En nu ook op tv hier. DJ Kikken in de mix. Veel plezier ermee. Echt? Echt. Echt. Echt? 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 Het staat hier. Vraag jezelf altijd even af, is het bericht echt? 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 Of is het nepnieuws? Als je twijfelt, check dan bijvoorbeeld waar het bericht vandaan komt. Echt niet. Blijf nieuwsgierig. Blijf kritisch. Eigenlijk helemaal niet, want we hebben de chronieken nagekeken
En toen werd eigenlijk een gouden bruiloft helemaal niet zo gevierd met een aparte mis. Daar gingen de mensen gewoon, 's morgens, want er was elke dag een mis waarbij iedereen trouwens bijna naartoe ging, 's morgens om 8 uur of 7 uur of nog vroeger, gingen ze dan en dan was het een intentie uit dankbaarheid. Punt uit. In de kronieken van februari 1922 werd trouwens, en dat is wel leuk om te vermelden, een vrije dag in het klooster gemeld vanwege de keuze van de nieuwe paus Pius de 11e in die maand. Dus dat was toch wel een bijzondere maand toen dat gouden feest hier werd gevierd. Nou. Ik ben 50 jaar bijna, het loopt redelijk tegen de 50 jaar aan dat ik er weer terug ben. Maar ik heb nog nooit een toog aan gehad. Want ze willen me alleen zien staan. Al die, van al die bedevaartgangers. En op een gegeven moment heeft de provincie Limburg gezegd, wij bouwen en maken hier voor al die pelgrims een parkeerplaats. Ja, wat ook interessant is, dat ook het stationnetje van IJs is daar aangelegd, eigenlijk voor Witten. Want je zou zeggen, het stationnetje van IJs leg je toch gewoon vlakbij IJs neer. Nee, dat is daar aangelegd voor de pelgrims die daar konden uitstappen en dan onder leiding van vooral broeder Marcus, de oude broeder, jullie kennen die nog wel, met een kruis voorop, gingen de bedevaart mensen uit het stationnetje van IJs naar Witten toe. Ik wens jullie allemaal nog alle goeds een hele fijne dag toe. En natuurlijk eindigt Falco met... Kleinkinder, aan de lieve grootouders, die hadden dat ook een gedichtje opgezet, of der Jozef had dat geschreven. Ik wil het ook niet, ik moet maar terug. Goed, oké, ik zie dich schrappen. Ja. If you believe your only defense is perpetual motion, how can you come home? Maybe I let you go. Dat moet mij even van het hart. Ik weet niet of u dat weet, maar vanaf 1880, daar moet je niet om lachen, dat is zo. Vanaf 1880 tot 1920, dames en heren, burgers van Wittem, schrikt u niet, zijn er in deze contourijen, in uw geliefde partij, niet één inwoner bijgekomen. Thank you.
P. en Wibbel 2018 was een succes en nu is een vervolg. P. en Wibbel en de coronapiraat. Ja. Ja. Vertel eens, hoe ben je zo daartoe gekomen eigenlijk? Nou, net zoals het eerste boekje, vind ik, moet het tweede boek ook een onderwerp zijn. En iedereen heeft dat ook meegemaakt, de coronatijd. Dus dat was voor mij ook voldoende om een nieuw boekje te schrijven. Alleen de inspiratie, ik kon de mensen niet met name en noemen. Dus heb ik weer voor de dieren gekozen, net als de volgende keer. En dat is eigenlijk ook een beetje gekomen op de kinderboerderij. Heb ik verschillende dieren gepakt. En die heb ik ook verwerkt in het boekje. Maar het is vergelijkbaar op de mensen die de hele coronatijd meemaken. Dus ook de dieren maken dat mee. En wat gaat het boekje over? Krijgen ze corona of hebben ze last van corona? Nee, dat is net het leuke ervan. P. en Wibbel, dat zijn de hoofdrolspelers in het boekje. En die rode draad wat erop, zij gaan ook de coronatijd wat zij meemaken, gaan ze ook van alles bedenken over de corona af te komen. Nou, Wibbel die probeert van alles te bedenken over dat hele boekje en hij komt met oplossingen, hij probeert ieder dier te redden. Maar hij wil hem de kern aanpakken, maar dat lukt hem niet. Hij begrijpt het eigenlijk niet zo goed wat corona is. En P, die neemt het voortouw en die gaat Wibbel dat op een hele andere manier uitleggen wat corona nou eigenlijk is. En nou snapt hij eigenlijk ook waarom de andere dieren, toen hij met die oplossingen kwam, hem begonnen uit te lachen. En dat is eigenlijk de rode draad. En ze maken van alles mee. Wibbel maakt van alles mee. Hij komt met oplossingen. Maar hij begreep het niet zo goed. En P neemt het voortouw om dat goed uit te leggen. Oké, okay, nou dat klinkt wel heel aannemelijk. En dat boekje, nou het is ondertussen boek geworden zie ik. Is dat voor kinderen speciaal weer geschreven? Nou, het tweede boekje, dat is nooit geschreven voor de leeftijd vanaf 7 tot 99 jaar en ouder. Dus eigenlijk voor iedereen. Een mensenleven lang? Ja, iedereen kan het lezen. Nou, mooi. En het leuke is, het is niet alleen weer in het Nederlands, maar in het Maastrichts en Nederlands weer geschreven. Kijk, ja, nou. En de tekeningen. Ik denk dat de tekenaars naast je zit. Ja, de tekenaars, die zit naast me en die heeft een hele zware opdracht. De dieren wat ik voornemens had, daar moest zij eigenlijk de tekeningen van maken. Dus ik laat haar over vertellen. En was pap streng? Nee, ik moest me wel even inlezen in het verhaal en de beestjes erbij bedenken. Maar ja, er zitten nieuwe beestjes bij, een alpaca, een schaap. Ja. Ja, die hebben allemaal een eigen karakter. Mm-hmm. Dus dat probeer je ook een beetje weer te geven en ook op een leuke, sprekende manier. Dus ze kijken eigenlijk zoals het verhaal gaat, ja. Hè? Ja, als precies. Als ze boos zijn, verdrietig of blij. Ja, ik heb een boos schaap erin, dus dan moet je ook die uitdrukking geven. En ja, het zijn ruim 80 tekeningen. Elke pagina heeft een tekening gekregen. Nou, dat is inderdaad wel een bevalling geweest, denk ik, hè? Met z'n tweeën. Hoe lang hebben jullie erover gedaan? Nou, in totaal met het schrijven en de tekeningen zeg maar 9 maanden weer. Net hetzelfde als het eerste boekje. Is het gewoon echt weer een bevalling? Ja, het is echt weer een bevalling. Ja. Ik vind het ook zelf bijzonder mooi dat het eruit is gekomen. Dus het ziet er mooi uit. Het is heel goede voorzien van tekst. En het zijn mooie tekeningen. Dat vind ik ook knap. Ja, dat is zeker hartstikke knap. Harry, ik begrijp dat het boek nog niet in de winkel ligt, nog niet voorhanden is. Wat is de datum dat het te verkrijgen is? Nou, de lanceerdatum is maandag 5 september. Dan komt het op de markt. Dan is het werkelijk de verkoopdag. Voor de prijs van €17,50. Vandaag in het programma Brikken vertellen ben ik in IJsden. Ik praat hier met Herbert Michon van Stichting IJsdens Verleden. Het gaat deze keer over het stationsgeboel. Ja, het station is in 1861 gekomen met de aanleg van de spoorlijn
van Luik naar Maastricht. Aangelegd door de compagnie de Chemin de Fer de Liège aan Maastricht. En dat was een redelijk groot gebouw van 40 bij 8 meter, dat is een groot gebouw. Want dat was natuurlijk een grensstation, hè? Dat was belangrijk. En het gebouw stond midden in het veld, want toen was IJssel nog niet zo groot. Maar waarom dan midden in het veld dan eigenlijk? Ja, omdat die spoorlijn natuurlijk een bepaald tracé hou. Ja. En aan de spoorlijn wordt het stationsgebouw natuurlijk gebouwd. En later is IJssel naar station Touw gegroeid. Het was een belangrijk station, hè? Wat je al zag, een grensstation. En er hadden niet alleen loketten en een wachtkamer, maar ook dienstvertrekken en reisontvangstkantoor waren er. En er waren een visitatiezaal voor douane en marechaussee. Het had een voorspoedige ontwikkeling, want er staat in de zinkwit en de fruitteelt bloeide op, want er kost fruit geëxporteerd worden. Bijvoorbeeld de kersen kosten nou naar Engeland worden geëxporteerd voor de verf. En rond nu ten onder worden zelfs 27.000 reizigers per jaar. En ze kunnen zelfs ook ternaaien om heen een trein te pakken. Ja, dat zijn dan toch genoeg lui. Ja, ja. Hè. En ook is wel bekend voor zijn internaten voor Belgische meisjes. Bij de kloosters. Ook dat was natuurlijk een heel goede verbinding. En is ook al vrij snel bekend voor de naam en faam van de twee harmonieën, de Roei en de Blauw. Die houden concoursen en concerten en daar kwamen ook heel veel lui op af. En dat ging zelfs zo goed tot in 1902 het allemaal te klein was en toen moest het uitgebreid worden. Toen kwamen er nog gebouwen bij en loodsen bij. En ja, dat ging zo door tot aan de Eerste Wereldoorlog. Welke functie heeft het stationsgebouw in de Eerste Wereldoorlog? Ja, het station heeft in de Eerste Wereldoorlog een voorname rol gespeeld. Aan het begin wordt het verhaal het brengen van Belgische vluchtelingen naar IJssel. In IJssel hebben in de Eerste Wereldoorlog heel veel Belgische vluchtelingen gezeten. Die kwamen dan heet een land binnen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt dit de verbinding met de rest van het land. Want de verbinding met Belgisch wordt hoe langer hoe minder, zal ik zeggen. Op een gegeven moment gaat afgesloten. En op het eind van de oorlog, hè, in de grote finale, zeg maar, hou het station IJssel zijn 5 minutes of fame. Toen is het even wereldnieuws geweest. Want wat gebeurde, op 9 november, s'avonds, is de Duitse keizer uit Spa gevlucht naar Nederland. Daar is van het Witte Huis aangekomen. En omdat ze daar geen faciliteiten houden, wie telefoon en telegraaf, hebben ze de Duitse keizer met zijn gevolg naar hier gedirigeerd, naar het station. Natuurlijk onder begeleiding van Nederlandse marechaussee en politie. En de keizer zitten wachten op zijn keizerlijke trein. Maar hij heeft ook zitten wachten tot hij asiel zou krijgen in Nederland. Nou ja, er waren heel veel Belgische vluchtelingen hier, dus dat was binnen no time zong het even vol met Belgische die allemaal moesten boeten roepen naar de keizer. De marechaussee koos hem net onder controle houden. Maar dat wordt ook een moment tot de beroemde foto is gemaakt wat de wereld is rondgegangen. Dan zit je daar op het bord, dat is deze foto hier. Dat is de foto hoe de keizer dus echt in IJssel is en hoe het strijdtoneel is gestopt. Ja, en dat wordt tevens ook het einde van de Eerste Wereldoorlog samen. Dat is de Eerste Wereldoorlog. Heeft het stationsgebouw ook nog in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld? Ja, dat heeft een rol gespeeld, met name in het informatienetwerk, de informatie verzet, zeg maar. Ja, verschillende medewerkers van de spoorwegen, die wisten welke treins hier langskomen, die wisten wat die treins vervoerden. Dat kostte een beetje aan de trein.
En die speelden die informatie door. En zo konden ze in Londen weten of er troepenbewegingen worden of dat er materialen worden verplaatst. Zo konden ze de Duitsers in de gaten houden. Ja. Een belangrijke functie. Ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja. En na de Tweede Wereldoorlog, wie ging het toen weer met het geboel? Na de Tweede Wereldoorlog is het een beetje bergaf gegaan. In 1955 verloor het station de status van de grensstation. Dat wordt overgeheveld naar Maastricht. Toen vertrok de marechaussee en de douane. En de ochtend die tot Petrus Wolfs, de kunstenaar, de stationschef voor. De bekendste kunstenaar in IJzeren. Het wordt allemaal gaat minder. De rationalisatie is toch touw, het was allemaal goedkoper met minder lui. En op een gegeven moment kwamen heel veel gebouwen leeg te liggen. En toen hebben ze in 19, begin jaren 60 hebben ze toen een aantal gebouwen gesloopt en een plan gemaakt voor nieuw genuis te bouwen. Maar dat is er niet van gekomen. Dat wordt te duur en dat houden ze niet te verhuurder. Dus toen hebben ze in 1964 dat wat er nog was gesloopt, behalve dat wat er nu nog steeds, dat is dan nog overgebleven. En dat is het stationnetje geweest, zal ik maar zeggen, tot in de jaren 80. Toen kwam er weer een rationalisatie, toen ging het loketouw, toen ging de waarkomertouw en toen wordt het helemaal verbouwd. En nu zit er een verloskundige en een fysiotherapeut, dus een ganz andere bestemming als station, zeg maar, zo wie een station met een trein huurt. We hebben het natuurlijk de hele tijd over het stationsgeboel en het belangrijkste bij een station is de trein. Voor de toekomst, blijft hier ook de trein stoppen? Ja, dat hopen we wel natuurlijk. Hè. Het plan is dat hij binnen een paar jaar de Drielanden-express gaat stoppen. Hè. Dus de trein van Aken, Heerlen, Maastricht naar Luik. En omdat een beetje, dus ook het station en de omgeving een beetje nieuw leven in te blazen, is er een burgerinitiatief. Om samen met de gemeente te kijken om het allemaal gaat op te waarderen. Hè, tot er ook een gelegenheid is om te wachten, tot je koffie kunnen krijgen als ze op de trein moeten wachten en een fiets kunnen huren en zo gaat allemaal. En ook om te kijken om het station en de omgeving gewoon weer aantrekkelijk te maken om meer van de trein gebruik te maken. Ja, oké. Okay. Nou, laat we hopen dat dat zo ook blijft en ook vooral vereisen natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Op het welke langste mars het woord.
lag een tere man en liet van vreugden tal. Mijn je fiet me streek. Ich bin doch so grüß auf dich.